We gingen heel ambitieus ons Word-document samenstellen. met alle vragen. En Guido, uh, haal nog even jouw eerste reactie terug. toen je dat document zag. Zo. Het is dat veel. zijn veel vragen. <laughs> ja, precies. <laughs> Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport. Onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren met de juiste medische kennis. Luisteraarsvragen. De volgende mijlpaal. De Slimmer Presteren-podcast begint aan zijn tiende. Jawel, Seizoen? Wat zijn onze plannen? En welke vragen hebben onze luisteraars op medisch gebied voor ons? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jukke, hey goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb je gemist, jongen. Ja. Fijn dat je hier weer zit. <laughs> nou, fijn te horen. Ik ben en het en en <laughs> ja. all the way live from Leusden uh, noord Guido. Zo. So, die heeft ook. Ja, weer ja, ja. Daar is het, die al in het zonnetje gezeten, zo te zien. <laughs> Ziet er goed uit, Guido. Ja. 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 Lekker uh, in de zomer zo'n beetje. Heerlijk bijkomen, hè? Ja, nee, zo is het. Zo wel is een beetje topiek. spanning in de kop. Uh, komt er nog iets aan voor een van je atleten? Ja, nee, de, de Paralympische Spelen moeten nog komen. Ja, zo is het. En ja. dat is wel een hoogtepuntje natuurlijk voor, uh, voor de voor mensen jou jou die en, uh, in, ja, op zomervakantie deze podcast hebben ontdekt. En denken, hoezo, wie is Guido Vroemen? Je bent uh, sportarts en uh, topcoach en trainer. Van uh, allerlei fanatieke recreanten, amateurs. Maar vooral ook een aantal topsporters. Waaronder Jetse Plat. Die ja. uh, natuurlijk al jaren hoge ogen gooit. op het internationale paratletenniveau. Huh? Ja, dus... en dat, uh, uh, dat was. Uh, Rio, Tokio en nu uh, Parijs. Mm -hmm. en het, waren, uh, het zijn nu zelfs al vier onderdelen. Welke vier gaan we hem in actie zien: Paratriathlon? Handbiken, tijdrit en wegrace. En dan als laatste de marathon op, in de racerolstoel. Ja, die is nieuw voor hem, denk ik. Op, Olymp op Olympisch ja. niveau, ja, ja. Ja, die is helemaal nieuw voor hem. Um, op hij heeft nu een paar keer al een major marathon meegedaan. Ja. Maar daar zit wel een, een kanon in. Die is wel erg goed, moeten we zeggen. Daar hebben we nog geen. Um, geen wapen tegengevonden gevonden om um, te kunnen verslaan, tot nu toe. Lekker band. Uh. Misschien. Uh, nee, dat doen we niet. Nee, snap ik wel. Terugdenken aan vorig seizoen. Misschien moet je hem 30 seconden van tevoren laten starten er en dan iets? naartoe ja. racen. Nee, 30 anyway. seconden, ja. Het is, we hebben het al over minuten. Die ja, ja, maar, Marcel Hoek is echt een fenomeen. Oké. Okay. Maar goed, dit is leuk. En hierbij ja. gaan we met jou meeleven op de Paralympische Spelen. Maar we hebben jou hier nu al vanaf brind zitten. Veel meer in jouw rol als sportarts. Want yes. uh, ik heb het voor de zomerbreek al kort even aangekondigd. Wij merken in negen, afle negen seizoenen dat we regelmatig vragen krijgen. Vaak zijn die vragen aanleiding om een nieuwe aflevering te gaan maken. Namelijk, we kunnen er wetenschap over vinden, mm -hmm. we kunnen de praktijkervaring bij uh, Guido Vroemen van vinden. En uh, nou, we kunnen daarmee tips voor uh, recreanten zoals uh, onszelf uh, voor formuleren. Maar er is ook een categorie vragen waarvan die we ofwel via Instagram #slimmerpodcast, maar beter nog via ons mailadres post#slimmerpodcast.nl binnenkrijgen, waarvan we zeggen ja, goede vraag, kunnen we ook beantwoorden, ja. doen we vaak, soms met even wachten, maar doen we vaak ook al per e-mail, waarvan we eigenlijk tegen elkaar zeggen ja, maar het zou toch eigenlijk ook leuk zijn als dat toch de afleveringen haalt, en vooral als die herhaaldelijk terugkomt en dan denkt ah, er zijn dus meer luisteraars die diezelfde vraag hebben, ja, ja. en is het niet uh, handig omdat dat eens een keer te delen met alle luisteraars, ik weet cool. dat helemaal in seizoen 1. Ja. hebben we zoiets al een keer geprobeerd. Want toen dacht ik al dat is leuk. Ik wil met onze luisteraars in dialoog. Alleen toen merkte ik dat was aflevering 7 uit mijn hoofd. Toen kreeg je een soort raar ratje toe hmm. waarvan je niet wist waarom zou ik dit luisteren. Waar gaat dit over? Ja. dus volgens mij zijn er twee dingen aan de hand. Eén, we hebben nu veel meer luisteraars, waardoor we veel meer vragen en onderwerpen hebben. Waar we zeggen: Oh, dat vinden meerdere mensen interessant. Twee. We gingen heel ambitieus ons Word-document samenstellen met alle vragen. En Guido, uh, haal nog even jouw eerste reactie terug toen je dat document zag. Zo. Het is nogal veel. Dat veel vragen. Ja, precies. Dus toen dachten we, om nou toch enigszins ook die lengte van één uur aan te kunnen houden per aflevering, gaan we het opdelen. Dus dit format, ik hoop dat het leuk is, ik hoop dat het voor je werkt, gaat ook terugkomen. Vandaag pakken we de selectie vragen die we kunnen categoreren in de categorie medisch, min of meer. Medisch, fysiologisch. Wil exact. Ik wel, eh, Welke categorieën kon je nog meer snel onderscheiden? Training. Ja, dus dat specifieke praktische vragen over training ja, gaan we doen. Voeding blijft altijd de goede. Exact. En de derde is, de, of de laatste, is toch een soort psychologie, denk exact. ik. Ja. Dus dat zijn minimaal nog drie andere ja. van dit soort afleveringen die we willen gaan maken in dit seizoen 10. En dan om die les van aflevering 7 te plaatsen. Jurgen, laten we even beginnen met een inhoudsopgave. Over welke onderwerpen gaan we het in deze aflevering hebben? Nummer 1. B blessures gaan we het hebben. Zo breed? hartloopblessures, variabels, uh, okay. daarbij. Oh ja, het voorkomen, ja. Uh, ja, bloedverlies of bloedgeven, wat, oh ja. uh, wat heeft dat voor wat impact? Wat moet je wel en niet doen ja. als je bloeddonor bent? Zelfs, wat doet sporten op je lever? Oké. Okay. Wel een interessante. Uh, Koude toch maar weer. Met name oh, ja, wow. kun je zomaar in een koud waterbad springen. Zeg ja. maar. Want, ja. En is lijkt... dat dan niet gevaarlijk? Ja, ja. is dat niet gevaarlijk? Ja. En dan hebben wij ook nog iets, denk ik, moet ik even kijken. Oh ja, dat vond ik wel. Uh, en die vond jij zelf ook heel interessant. <laughs> Wat doet nou fietshouding ja. op ja, een aantal parameters die je bijhoudt, fysiologische parameters, onder andere hartslag. En, en vermogen. Wat, wat maakt die houding uit? Ja. Toen zei jij meteen, en misschien ja. is die een goede om mee te beginnen... van, ja, daar heb ik hetzelfde meegemaakt. Ja, dit is de vraag van Abel, Dat ja, is zijn volledige naam. Ja, ik, ik heb, hier, ja, ik heb staan. hem hier erbij. Dus, ja, jij uh, hebt Abelstam. Abelstam, ja. ja. En die stuurde inderdaad een vraag. Nou, misschien moet je hem zo voorlezen. En ik dacht meteen, ja, maar dit is voor mij in de zomer van 24 ook een thema. Ja. Dus wil je hem voorlezen? Die komt hij aan. Abel Stam, die mailt ons dus. Nu heb ik tweedehands een heuse TT-fiets. Op de kop getokt en lactaatmetingen gedaan op de fiets. Dus, nou, hij weet een beetje zijn zones. Dat zegt hij ook. Ik weet mijn hartslagzones. Ik merk vooral tijdens in te vallen dat mijn hartslag relatief lager ligt als ik in de aero-houding zit ten opzichte van rechtop op de fiets. Dit bij een gelijke RPE. Ik heb dus nog geen vermogensmeter aangeschaft om dit zelf uit te zoeken. <laughs> okay. Ook vind ik het moeilijker om de hogere zones van mijn 80/20 schema, dus de intensieve intervallen te halen in de aero positie. Nu volgt mijn vraag: is het zo dat je hartslag lager kan zijn als je in een andere positie zit bij een gelijke wattage die hou even vast. Ja, hou vast. Bet betekent dit dan ook dat mijn zones meebewegen met mijn hartslag? Of kan ik nog steeds in dezelfde hartslagzone fietsen zonder te verzuren? Het voelt namelijk alsof mijn verzuring in de aerohouding bij een lagere hartslag optreedt. Exact. En mijn haakje zit, en lekker Guido ja. om het hier met jou over te hebben: ja. dat ik inderdaad ook herken in mijn races voor de zomer dat ik mijn vermogen niet kan halen. Ja. En dat weet ik ook aan die houding misschien. Maar goed, ja. een aantal vragen rondom ja. triathlon fietsen, vermogens en hartslag. Inspanningstesten erbij, denk ja. ik. Van... Gido, ja, ja. Jij hebt deze vragen van tevoren even kunnen inzien. Ja. Neem ons mee. Nou, de, de vraagstelling: ja, er zitten een paar eh, inderdaad kritieke zaken in en dat. Met name die eerste, hè, is het zo dat de hartslag lager kan zijn als je in een andere positie zit bij gelijk wattage? Die laatste toevoeging moet je even weghalen, want hij heeft geen vermogen meer. Hij heeft alleen een gelijke RPE, ja. dus het gevoel is hetzelfde. Maar of het gelijke wattage is, daar hebben we het dan niet over. En doen. hij zal we is is wel harder gaan door die aero-houding, dus daar kan je okay, het ook niet helemaal... Oké, hebben het andere. Ja. 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 En, maar en dat even is het, basis, je, je kunt... hè? ik bewaak altijd de basis, veel hardlopers arrow-houding. Oftewel, we hebben het hier over de zogenaamde tijdritfietsen, hè? waarin je dus ja, met je armen ja, recht zit. vooruit zo aerodynamisch mogelijk fiets op. ligt. Ja. Als je zo op je re rechtop op je racefiets zit, dan zit je veel rechterop. Met je torso is je frontale oppervlak vrij groot. Ja. Ga je op je, op je um, tijdritfiets zitten, helemaal ja. in elkaar gekropen. Je maakt je zo klein mogelijk wat je wilt. Door een zo klein mogelijk gaatje eigenlijk proberen te kruipen, dan is je frontale oppervlak kleiner. Precies. Wat ook als gevolg heeft dat je luchtweerstand minder is. Ja. Ja. Dus als je dat hebt, weet je, als je dat op een gewone fiets al doet, dan zul je en je trapt met hetzelfde vermogen, dan zul je alleen daardoor snelheid winnen. Ja, helder. Nou, dat is spelletje. En het voordeel van zo'n tijdrijfiets is dat je dus aerodynamischer bent, minder luchtweerstand hebt. Dus als je stelt dat je wilt 40 fietsen op je racefiets. En je wilt 40 fietsen op je tijdrijfiets. Dan kost dat op die tijdrijfiets minder vermogen. Mm -hmm. ja. Als stelde, hè, de, dezelfde snelheid dan is dat gewoon minder vermogen. Het nadeel kan zijn, hoeft niet per se. Maar dat, daar, daar zijn bikefits natuurlijk wel belangrijk bij. Je kunt iemand wel heel diep laten zitten met zijn romp. Maar de heuphoek, de hoek tussen bovenbeen en romp. Wordt dan steeds kleiner. In die hoek wordt het ook moeilijker om echt je maximale vermogen uit je bovenbenen en je billen te trekken, te duwen. Dus dat geeft een beperking van jouw spieren, die, die, uh, die dat vermogen moeten leveren. Is dat, ja, weet je, als je normaal op je racefiets rechtop zit en je kunt op je drempel 300 watt trappen, um, en je gaat op die tijdrijffiets zitten, dan kun je bijna soms niet meer die 300 watt halen, omdat mm -hmm. jouw houding de output van die spieren beperkt. Hoe komt dat, Guido? Is dat puur gewoon biomechanica, dat die bottenspierenpezen ja, niet deel. meer uh, zich zo kunnen. Nou ja, dat heeft te maken met het verlengde uh, het, het werkingstraject van de hele spier, ja, ja. die heeft een, andere, een ander traject. Ja. Dat speelt mee. Het andere wat mee kan spelen is bloedtoevoer. Mm -hmm. Zeker als je, een, als je de, de heuphoek kleiner maakt. kan dat ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de Lieslagader. wat meer dichtgeknepen gaat worden tijdens het duwen. Wat dus minder zuurstof naar die spier gaat uh, transporteren. en dus ook minder energie kan opleveren. Dus het is biomechanisch, maar ook zeg maar. toevoer van brandstof. Ja. Is. Um, is de afname in vermogen door die positie kleiner? Uiteindelijk resultaat dat je, hè, je trapt minder vermogen, maar je snelheid wordt daardoor meer. En is is dit dus kleiner dan dat je de winst haalt die je uit je snelheid krijgt? Ja, dan is het niet zo erg dat je minder vermogen kunt trappen. Als je normaal 300 trapt en je kan nu nog maar 250. Maar ineens gaat je snelheid die je normaal gesproken recht opzet van 38. Met, met 250 ga je dan naar 41 kilometer per uur. Mm, ja. Ja. Dus het gaat, om, hè, weet je, het gaat niet om zozeer in welke positie kan ik het hoogste vermogen trappen, want dat is echt wel redelijk rechtop zitten. Dan ja. kun je gewoon het, meeste, het beste je krachten kwijt. Maar het gaat, ook om, het gaat uiteindelijk om in, in welke positie. Kan ik daar eigenlijk de meeste snelheid halen? Uiteindelijk in de wedstrijd en in een triathlon gaat het natuurlijk om snelheid. Want je wil zo snel mogelijk het parcours snelheid, afleggen. Ja. Alleen dan zeg is... ik hier even, als de atleet die hiermee worstelt: het voelt zo frustrerend. Als je, ja, ja. Op je uh, e eerst al in de Swift van de winter. en daarna op de racefiets. en als ik een keer die vermogensmeter op mijn mountainbike zet. als ik dan zie wat ik daar aan wattages kan zou halen. kunnen trappen. Ja. En ik haal daar inderdaad opeens veel minder in die arrow. Dan denk ik, stel nou dat ik in die aero-zone wel of in die houding wel dat soort vermogen ook nog zou kunnen leveren. Dan kan ik vliegen. Nou, dus dan is, het zo, dan is het belangrijk om te zoeken naar een houding mm -hmm. waarin je zo veel mogelijk vermogen kunt leveren. En zo weinig mogelijk inlevert op aero. Ja. Ja, dat is dan een soort optimalisatiespelletje. Dat is, ja. dat is het optimalisatie. Ja, weet je, je kunt heel aero gaan zitten, met weinig vermogen leveren. Ja, misschien kom je dan op 39 per uur. Dan ga je daar een beetje tussenin zitten. Dan ga ik iets inleveren, iets hoger zitten aan de voorkant, misschien iets ruimer. Zadelpositie nog wat aanpassen. Waardoor je iets comfortabeler en iets beter je kracht kwijt kunt. Nou, daar lever je wat aero in, maar dat ja, ja. je dan nou, 20 of 30 wat meer kunt trappen. Ga je toch een kilometer harder. Dus ja. dat is al een tip voor Abel. Hij heeft zijn stuurtje uh, erop ik gezet. Ik heb Abel even gebeld hierover. Ja. Hij traint alleen maar op zijn tijdritfiets. Want ik dacht: was dat ja. het nog? Hè? Moet hij gewoon meer uren maken op de tijdritfiets ja. om dat lijf te laten wennen? Dat leek ik te ervaren, Guido. Is dat waar of is dat iets wat ik in mijn eigen hoofd haal? Dat als je meer uren in die tijdritfiets traint, dat je dan ook toch weer beter wordt in dat vermogen daar te leveren. Tuurlijk, je moet wel gewend zijn aan de tijdrithouding. Ja, um, ja. dat, dat zie je ook, zeg, maar um, bij de wielrenners, die um, nou, op een gegeven moment moeten ze weer belangrijke tijdritten gaan rijden, dan moet je ook gewoon op die tijdritfiets zitten. Ja. Ja, he, de, 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 uh, de grote ronde renners, die zitten altijd wel een week, één keer in de week zitten ze altijd wel even op die tijdritfiets. Ja. Nee, dus dat doet Amel al. Ja, maar wat ik dan heel erg denk is... Wat, wat zijn de veranderingen die de laatste 10, 15 jaar enorm gaande zijn... als je kijkt naar tijdritten. En dan kijk ik ook naar jou, Gerrit. Ja. We waren samen in Horen. Ja. En jouw tijdritfiets, ja. die vind ik nog steeds... als ik kijk naar de op opzetsturen, is behoorlijk horizontaal. Hè? Ja, ja, ja. ja. En jij keek naar mij en ik zei: Ja, ik heb hem al een beetje rechtop gezet. Ja. Enerzijds omdat ik dat de echte ook zie doen, die hebben veel meer hangen me voor. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daarmee hoef ik iets minder diep te gaan. Slash, daarmee kan ik relatief meer vermogen nog halen. Dus zou Abel niet ook een beetje moeten spelen met gewoon zijn opzetstuur, de hoek daarvan. En daarmee zelf kunnen uitvinden: Ja, hé, hey, hier, ha, ja, dit trap makkelijker. Nou, hij heeft geen vermogensmeter, maar. Puur aan de hand van snelheid. Dat hij dan een beetje kan inschatten. van ja, dit is voor mij de, de optimale houding. Helder. Uh, want ja, ik kan Abel niet naar uh, de, uh, de windtunnel sturen. Want daar zoeken ze het helemaal natuurlijk de CDA-waarde uit. Maar die ja. kan helemaal averechts werken. zoals jij uh, zegt. Gideon, ja, en dat je... is allemaal aerodynamica. Ja. Ja. We hebben natuurlijk hier luisteraarsvragen medisch. Dus ja. Ik wil ook even terug naar. Is er ja. dan nog iets dat er. Dat, hè? Want hij vraagt dan ook. als ik dan hartslagen niet haal. veranderen ja. Ja. dan ook mijn zones? Kijk, als je dus minder vermogen kunt trappen, dan door die positie, dan word je beperkt. Dan is er dus minder vraag naar zuurstof, want jouw energieproductie is zeg maar van 300, nou weer naar die 250 gegaan. Ja. Als je 250 watt mechanische energie moet leveren, en dat dat voor die spier in die positie het maximum is op dat moment voor een langdurige tijd, dan is de vraag naar zuurstof ook lager. Ja. Het gevolg daarvan is, is dat de hartslag dus ook lager gaat worden. Ja, het is niet andersom. Nee, het nee. is een gevolg en niet een oorzaak. Ja, ja. 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 het is niet andersom. Het is hè, de hartslag is een gevolg van de energie die jij levert. Die nodig is. Jij, ja. Heb jij maar minder energie die je kunt leveren op dat moment, dan zal de hartslag aanpassen daaraan en wordt lager. Het is niet zo dus, dus je oh, zones erachter... veranderen dan niet, hè? Wat hij vraagt. Nee. Je zones blijven je zones, maar je zit gewoon, je hebt wat meer marge. En ja. ik heb dit gesprek ook op, uh, op Strava gevolgd. En dan zeggen mensen, nou, wees maar blij en bewaar die energie, maar ja. voor je run. Want je moet daarna nou ook nog rennen. Ja, maar wat hij ook zegt, is: hè, het pijn in de benen krijg je dan wel. Mm. Dat is natuurlijk ook een lokale uh, zuurstoftekort of, of ischemie, zoals je het dan noemt. En dat heeft dan niks te Ja, dat heeft dan. Dat, daar kun je nog steeds, zeg maar, die, die spierpijn. En de meesten noemen dat dan verzuurde benen. Het is meer, zeg maar, een zuurstoftekort, wat je eigenlijk dan kweekt. Omdat je in die, nou ja, die houding zit waarin dat gewoon minder goed werkt. Ja. ja, precies. Is het dan ook een kwestie van, los van het feit van vaker op die tijdritfiets zitten, misschien even kijken of je met dat stuur nog iets kan veranderen. Ja, meer uh, krachttraining van de benen doen. Eigenlijk, want die schieten echt wel te kort, in ieder geval bij deze houding. En bij deze lengte van de spieren, eigenlijk van deze heuphoek. Maar het is juist een, is juist een positie of een, een krachtentraject waarin die spier werkt. Die kun je al zeggen, ja, die moeten ze dus daar sterker worden. Maar ja. dat is juist een, een suboptimaal ja, ja, precies. Daar kan, daar kan je worden. niet trainen. Kijk, als, ik, als ik mijn arm helemaal, zeg maar, mijn elleboog helemaal flecteer ja. en ik ga hem dan tegenhouden. ja, dan kan ik bijna geen kracht nee. zetten in die positie. Dat lukt bijna niet. Dan ja. kun je iedereen, ben je dan de baas. Maar als je hem verder laat, dan, dan denk ik, ja, maar dan ben ik ineens veel sterker. Dus. Dat is denk ik het cruciale. Als, ja. je, als je hem in het verkeerde traject gaat behandelen, is de spier gewoon niet zo sterk. Dan kan ja. hij niet zijn maximale kracht kwijt. Ja. Nee. En dus niet zijn maximale zuurstof verbranden. Dus niet ten hoge ja. aanslag. Behoorlijk gevolg, gevolg, gevolg. Ja, helder. Dat is wel interessant, want ik vraag me af: ik, je, je hoort vaker hè? het verhaal van renners moeten gewoon iets inleveren. Op ja. hun vermogen, op een tijdritfiets. Ja. Maar de, dat, kijk, dat wordt overgecompenseerd door de winst die ze halen met de luchtweerstand. Ja. Uitzondering daarop was Tom Dumoulin, die schijnbaar heel weinig hoefde in te leveren. Dus daardoor in die tijdrit ook zo ontzettend goed was. Heb je nou ook renners die bij wie die het inderdaad eigenlijk afgeraden wordt, bij wijze van spreken, om op een tijdritfiets te gaan zitten? omdat ze dusdanig veel moeten inleveren dat het eigenlijk, nou ja. Dat... ja of andersom, zo sterk zijn, ja. dat ze die extra aero gewoon wel wegtrappen. Ja, of, of want, en, ja, nou ja, dat is, dan kan je dus de pech hebben als renner. Uh, of als je misschien Abel heet en het uh, niet beter krijgt. Ja, uh, dat kan. Weet je, het is sowieso, heeft het te maken met je bouw. Hè, dus je ziet uh, de, 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 de grote, uh, Filippo Ganna hmm. is, is ook niet geen kleine kerel. Maar als je ze in tijd rit, dan je, en je zou hem, nou ja, dat zullen we waarschijnlijk ook wel zien. Dus die dat is denk ik misschien de helft van Filippo ja. <laughs> Ganna. Maar, maar, maar toch ja, rijden ze niet ja. heel veel langzaam. Ja. Het, ja. het, het, het ligt heel dicht bij elkaar. En ja. ja. um, ze kijken ook wel vaak naar de hoeveelheid vermogen per vierkante meter. Oppervlakte. Linker, ja, ja. Oppervlakte. Ten opzichte van de dus dan ga je het normaliseren, ja. Ja. niet per kilogram, ja. maar naar frontaal oppervlakte. En Ghana heeft natuurlijk een groot frontaal oppervlak, heeft ja. ook een groot absoluut vermogen. Maar ja, als je dat dan gaat normaliseren naar elkaar, met de, de kleinere renners die ook best wel veel vermogen trappen en een kleinere oppervlakte hebben, dan kom je aardig in de buurt en dan moeten ze ja, ongeveer hetzelfde rijden. Hey, nog één bonusvraag van Abel dan. En dan schaven we door naar het volgende onderwerp. Gaat ook over ditzelfde: over wat is nou gevolg en wat is nou oorzaak. Hij zet er nog bij. Ja, er is ook heel veel te doen over ademhalingstechnieken. En dat je met allerlei, ofwel neusademhaling ja. of ademhalingstechnieken, je hartslag kan verlagen. Ja. En hij zegt zelf al met een halve knipoog: Als ik dat nou heel erg doe tijdens hoge inspanning, levert dat me dan ook een soort extra meerwaarde in mijn zones op? Ja, nou ja, dan zeg je het al, als je bij hele hoge inspanning, als je dan nog eens heel rustig door je neus gaat inademen, ja. volgens mij kun je dat twee keer doen en dan denk je, oh, ik moet nog meer, ik moet nog ja. dat haal ik niet meer, ik nee. moet meer ademen. Ja, dan krijg je dat. Ja, ja, ja. let ja, dat op, je ademhaling maakt. is altijd goed, maar het gaat je niet lukken om daar met een hele diepe rustige ademhaling, hebben we het natuurlijk bij de neusademhaling aflevering ook wel over gehad hè, bij, nee, maar ik, ik, ik snap zijn gedachtegang ja. wel. Als je nou je hartslag kan verlagen door ademhaling. Ja. en we zeggen je hartslag is, mag niet boven nee, een bepaalde is, waarde ja. komen. Ja, ja. ja, maar dat is eigenlijk in een bepaald segment. Ja. Hè? De en, bij de, en dan heb je het niet. Als je het zeg maar, ja weet je. bij iedereen is je hartslag natuurlijk anders. maar ventilatiewaarde is van boven de 100, 120 liter per minuut. dan ben je echt stevig mm. aan het inspannen. Dan red je het niet meer met gewoon even rustig. Doe ja. de neus in. Ja, doe de mond uit. Nee, ja. En, en dat is ook een stukje. Nou dan, medisch-fysiologisch. Het lichaam. Uh, jij bepaalt niet eigenlijk. van wat. Uh, de, met je ademhaling. wat er precies met die hartslag. zeg maar gebeurt. Je kan hem hoogstens beïnvloeden. Kijk, als jij hard wil rennen. of fietsen. of noem maar op. Ja, dan gaat dat metabolisme omhoog en dan komen er allerlei signalen, in ieder geval ook naar het ademcentrum van ja, we CO2. moeten aan de bak, we moeten aan de, aan de, aan de, bak, moeten aan de ja. slag. Ja, CO2 ja. is een hele goede ervan. Dus elke keer als jij metabolisme omhoog gaat, meer CO2 wordt geproduceerd. En dat is een signaal, uh, en dat is maar één signaal voor dat ademcentrum om te zeggen ja, ja we moeten dieper en, en nee. vaker gaan ademhalen. Ja. En, en dat kan je dus niet uh, overroelen, eigenlijk op die manier. Dat misschien eventjes. Drie seconden. Alle, alle tips en programma's rondom ademhaling zijn mooi voor ontspanning. Ja. Maar, maar is, niet ik, voor inspanning. Ja, nog even om terugkomend We hebben het een aflevering over die uh, uh, de inspanningstest en zones gehad. En ja. dan is al genoemd, ja verschillende woorden, terminologie is nogal verwarmd, hè, met, met de ja, VT1, dat is ventilatoire thresholdrempel, drempel en VT2, lactaat 1 en 2, lactaatdrempels en hartslag. Uh, dus afhankelijk van de parameter je kijkt, zijn de drempels nou net even anders. En ja. Uh, ja, wat is dan de meest betrouwbare drempel? Dat is eigenlijk denk ik ook de vraag van Abel omdat ja, dan zou ik toch afgaan op het lactaat gebeuren. Maar dan niet zeggen van. Maar misschien dat Guido anders kijkt. Niet zeggen van boven de vier, dan, uh, dan gaat het helemaal verkeerd. Maar eigenlijk voor jezelf precies weten hoe die lactaatcurve loopt. Ja. En dan ja, met, met onze aflevering die we hadden met Sibren Logs... waarop het lactaatprikken steeds populairder wordt en makkelijker. En als je daar echt zin in hebt, ja, zou je op die manier voor jezelf kunnen bijhouden, eigenlijk van waar jouw echte omslagpunt ligt aan de hand van je van je lactaat. En jij, Guido, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nee. Um, je moet weten hoe je hoe jouw eigen lactaatcurve eigenlijk, als je daarop stuurt, hoe die loopt. Um, en die blijft, als je, dat, als je dat in een opbouwende protocol doet, dan neemt die in het begin een dus, ja, klein beetje toe, klein mm -hmm. beetje toe. En op een gegeven moment wordt dat, dat kleine beetje ineens een grotere stap. Ja. Nou ja, dan weet je al, nou, nu zit ik niet meer in de steady state, want nu neemt de, de lactaatwaarde, als je tenminste via het bloed uh, vingerprikt uh, um, meet, um, dan loopt die dus over in het bloed vanuit de spier. Dus daar gaat die dan ineens heel erg toenemen. Maar in... ik ben nu ook met een zweetlactaatmeter aan het testen. Oh, oké. Okay. Nou. Okay. Daar komen we misschien in de toekomst dan ja. op terug. Ik ja, probeer het even. Ik dus ben blij dat je het zegt, want ik denk: ja, dit is waar, Jurgen, maar niet per se heel praktisch. We beloven natuurlijk nee. praktisch ja. advies, luisteraarsverhaal. Ja, maar dat is meer, denk ik, dat je zegt: ja, dus je, je gaat niet te veel af op je hartslag of je hartslagzoldering. Nee, en dat die vervuild is. Ja. ja. En met vervuild bedoel handen. ik, je ja. hartslag kan door allerlei redenen Precies. hoger of lager ja. zijn dan per se ja. je sportinspanning. In die zin ja. wel blij dat hij op zijn RPA uh, gaat. gaat. Nou, zeg maar. maar dat zit ik ook te denken. Terwijl je dit hele verhaal van lactaat afsteekt, denk ik ja, maar uiteindelijk in mijn race, hè, ja. uh, ook uh, voor de zomer in West-Friesland, pees ik op mijn heig. Ik ja. bedoel, als ik niet heig, dan ga ik te rustig. Ik wil lichtjes heigen en als, ik, als mijn heig onder, uh, bij me weg ja. loopt, dan ga ik te hard. En dat is wel grappig, ja. Inderdaad, dat, dat hoorde ik van jou toen, van ik zei, waarom kijk je, kijk je dan niet naar vermogen en zo? Nee, dat kan eigenlijk niet, want ik zie mijn nee, horloge gewoon ik, niet. Ik heb alleen maar medisch ja. op mijn horloge en die zitten aan de onderkant en van dat, mijn pols, ja. dus dat kan en ik niet kijken. En dan dacht ik, oh, dat is goed, dus jij wordt gedwongen eigenlijk om uh, Alles uh, op dat gevoel. Klak, klakje uit te schakelen ja. en op gevoel te Hé, hey, we gaan terug ja. naar medisch. Ja. Hij heeft, hij heeft daar wel, zeg maar, geleerd dat het gevoel is wel gekoppeld aan een bepaalde hmm. leercurve. Wat, wat dat voor vermogen ja. Uh, ja. dan is. Hè? En dan zijn we terug bij aflevering 1, Precies. waar we zeiden, je gevoel ja. moet je wel leren uh, ja, herkennen. Oké okay, Jurgen, gaan we door. We hebben nog een ja. aantal onderwerpen en ik moet ook een beetje bewaken dat het niet ik, toch gewoon een aflevering per vraag wordt. Nee, ik snap We gaan wat doorschakelen. Ik, ik snap hem natuurlijk, ja. Maar Bloed is doneren. Ja, we hebben natuurlijk een aflevering over ijzer gehad, het belang daarvan. En de uh, combinatie van ijzer, hemoglobine, belangrijk, zuurstoftransport. En aan de andere, daarvan kwamen we best wel ook al in de WhatsApp-groepen. Uh, discussies op gang van ja, maar ik geef bloed en uh, ja, moet ik daar dan mee uitkijken? En wat, wat, uh, wat zijn de impacten op mijn training? Nou, een voorbeeld ervan is, is van Wiebe, Wiebe Niemeyer en die heeft dan ook nog even een, een specialere vraag, of licht afwijkend, omdat hij, hij gaat wel naar de bloedbank, maar het gaat hem alleen maar om de plaatjes. Dus in principe zijn de rode bloedcellen die worden niet bij hem weggehaald uh, en wat de impact daarvan is. Uh, hij schrijft... Er zijn veel lessen die ik uh, meeneem. Er is één onderwerp wat ik mij niet kan herinneren... ...dat al wel handig is, namelijk bloeddonatie en sporten. Meer specifiek voor mij gaat het om bloedplaatjes en plasma doneren. Hebben jullie tips, adviezen hoe dit te combineren met trainingen? Is het bijvoorbeeld verstandig om de dagen na een donatie... ...geen intervallen te doen, maar kan een duurloop wel? En dan heeft hij het specifiek over bijvoorbeeld een marathon... ...13 april, uh, hoeveel... Hoe ver van tevoren ja, moet je stoppen met doneren? En hij zegt wel. Het positieve iets van dit alles is dat ik wel mijn hemoglobine en hematocrit weet. Want dat wordt bepaald tijdens uh, de donatie. Ja. En ja. Wiebe is een van meerdere mensen die je vragen over stellen. Ja. Guido, bloed doneren en sport. Laat ik het dan maar meteen op deze uh, uh, casus richten. Hè? Dus dan gaat het om plasma en plaatjes. Dus je raakt vlocht kwijt en daarbij Bloedplaatjes die belangrijk zijn voor de stolling. De rode bloedcelmassa, de totale hemoglobine massa, verandert dus niet. Je raakt geen rode bloedcellen kwijt. En ik begrijp dus, want ik ben nooit bij een bloedbank geweest, dit is een specifieke vorm van doneren. Ja, ja dat is eigenlijk plasmadonor. Okay. En die Helm. plaatjes die, die ook, die zijn ook belangrijk. Um, dus wat je kwijtraakt is, zijn wat bloedplaatjes. Die niet betrokken zijn bij energieleverantie, hmm. maar wel betrokken bij uh, stolling. Nou, Precies. Het is niet zozeer hè. als je dan ineens uh, buiten staat en je wordt aangereden en je hebt een hele grote open wond dat je dan um, niet meer stolt. Je hebt iets verminderde stollingsneiging, denk ik. Um, maar dat, ja, dat heeft voor, um, voor inspanningsdoeleinden, prestatievermogen geen invloed. Um, je hebt wel verminderd circulerend volume, want je bent plasma vocht kwijt. Maar dat is eigenlijk na 24 uur, als je weer normaal gegeten, gedronken hebt, allemaal, is dat eigenlijk weer in orde. Dus in die, in die eerste 24 uur ben je een beetje beperkt, doordat je een kleiner circulerend volume hebt, mm -hmm. niet een uh, verminderde hoeveelheid hemoglobine. Dus. Zuurstoftransportvermogen is hetzelfde, maar het circulerend voor het volume is kleiner. Dus wat dat betreft zou ik het niet de dag voor de marathon nog doen. Maar als je dat een week voor de marathon plasma geeft. Heeft dat niet echt effect op die marathon? Okay. Want dat is een dag later. Dat vocht heb je, is eigenlijk weer terug. Ja, ja, want ik moest denken, einde seizoen 9 hebben we het gehad over bijvoorbeeld hyperhydratie en veel over vocht. En dan ja. kwam het bloedvolume ook terug. Hè? Dat dat belangrijk ja. is om, uh, om goed veel vocht in ja. je lijf te hebben. Onder bij warmte inderdaad. Ja. 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 Maar als je nou um, gewoon bloeddonor bent. Oftewel je geeft, hè, de, de, je geeft alles, de, de, de rode bloedcellen worden gegeven, Daarbij ben je een halve liter bloed kwijt. En daar zit dan een hoeveelheid zoveel um, gram hemoglobine wat je mm -hmm. kwijtraakt. Ja. Um, laten we zeggen dat dat 10% is van je totale uh, hemoglobinemassa, wat je dan afgeeft, ja, dat heb je niet in een week terug. He, daarbij een maand tot zes weken later, als je een hele cyclus van rode bloedcellen neemt, dan ben je eigenlijk zes weken pas later, is alles weer oké. Okay. Dat maak je zelf wel weer aan, maar je maakt je dus wel slechter, want jouw transportcapaciteit van zuurstof mm -hmm. is dan gewoon lager in de weken erna. Exact. En dat is wel een signaal, denk ik, voor het lichaam om uh, EPO aan te maken en uh, uh, de rode bloedcel. Uh... Amaak weer op gang te brengen. Ja. Maar dat, wat jij zegt, dat duurt dus echt tot zes weken, zei je? Ja, als je een gewone cyclus hebt van een, een, een cel die nog moet uh, differentiëren naar een volledige volwassen rode bloedcel, ja. is dat ongeveer vijf, zes weken volgens zo. Ja. Ja. En dan uh, praktisch advies, uh, vraagt Wiebe ook om. Uh, als ik Ja, Wiebe is dan alleen plasma. Oké, okay, dan blijven ja. we even bij Wiebe eerst. Wiebe vraag, moet ik even mijn intervaltraining een keer overslaan? Is dat inderdaad een goed advies? Ja, die dag visie? zelf wel. Ja. Als er weer al een dag tussen zit en je doet het na twee dagen dus, in principe kun je het dan gewoon weer doen. Ja, en dan gaat dus eigenlijk om dus even opletten met intensief sporten, want dat is wat een intervaltraining zou zijn. En dan zit dus met name mogelijke risico in het zweten, vochtregulatie, dat deel. Hè? Als je hebt je goed gewoon beluister. minder circulerend volume. Ja. ja risico is ja. groot, maar je bent gewoon minder belastbaar daardoor. Hè? Exact. En Voorheen bij het... was het ja. Voorheen was trouwens ook nog deze methode van doneren, die stond op de lijst van verboden middelen. Hmm. Oh, waarom? Het, was, het is namelijk zo, je, er wordt iets uit je lichaam gehaald, bloed. Ja. Dat behandelen ze. Ja. En je krijgt plasma en rode bloedcellen krijg je ook weer terug. Je eigen spul. Maar dat mag dus niet. Je mag namelijk niet... Je bloed af laten nemen, ja, ja. het laten behandelen en dan weer iets terugzetten. Dat is bloeddoping natuurlijk, ja. Dat, nou ja, dat, <laughs> ze doen dan nog, hè, dan krijg je meer teruggezet. <laughs> ja, ja. Maar um, dat kunnen zij dan niet weten. En nee. daarom hebben ze die toen ook um, op de lijst gezet van verboden methodes. Ja. Maar tegenwoordig mag die weer, hè. Ja, dat, uh, dat had je uitgezocht. Hè? Dat was Dat ja, Ik zit recent ook, ook te scrollen, ik kan het ja. niet vinden. Maar we hebben toch ook wel eens contact gehad met Martin. Die, die hier ook, die, die geeft ook bloed. Ja. En Die ja. heeft ook een heel verhaal ja. verteld over hoe hij een keer tot in de wow. hoogste regio's heeft uitproberen te zoeken, slash te realiseren dat dit dus kan, omdat dit een soort onbedoeld bijeffect van de dopingregeling ja. is. Ja. ja. Maar dat is dus ja. recent uh, veranderd, blijkt. Ja. ja. Help. Ja. Nou ja, dat is ook wel uh, Nog even die mensen die dus wel volledig bloed doneren, Guido. Zijn daar nog praktische tips? Los van dat je zegt: doe het even niet meer in de laatste zes weken voor een grote belangrijke race. Als je optimaal wil zijn, hè? bedoel je, als je Oké. Okay. Nog dingen specifiek rondom die dagen met betrekking tot trainen, of rust, of voeding, waar je zegt: Nou, dat is wel handig? Ja, als je, als je, ja, weet je, als je echt gewoon bloeddonor bent. Dan weet je dat je, dat is een nobel gebaar. Maar je wordt er zelf wel slechter van. Dus als je dat. Op sportief vlak, bedoel je dan? Prestatievlak. Ja, ja, ja. Niet in je hoofd. Verder niks, hè? Je merkt er natuurlijk in dagelijks leven bij het normale functioneren weinig van, denk ik. Ik denk toch dat je wel moe bent. Oké. Ja. Ja. Maar ik vind zes weken lang, als jij een trainingsschema volgt in aanloop naar... Ja, maar luister goed wat je zegt. De volledige rode bloedlichaamcyclus ja, is zes weken. Ja, dus nu is je inderdaad... hebt niet zes ja. weken evenveel last van. Hè? Nee, dus de vraag is van... Uh, voor de plasma is het nou één dag even minder uh, belastbaar. belastbaar. Bij deze, de, met name dan dus de, de HIT-trainingen of de, intus, de intensieve trainingen. Hoe lang zou je dat uh, vermijden? Dat is jouw tip. Ik denk dat je dat op in principe ja, de eerste week gewoon nog niet moet doen. Ja, een het beetje volume de... is dan alweer snel wel oké. Okay, maar je hebt nog steeds wel een achterstand daarna. Maar dat is op zich is dat niet zozeer dat je daar heel veel dan van merkt. Ja, helder. Volgens mij goed. Ja. Ik vermoed dat we zomaar weer nog een aanvulling van Martin of anderen krijgen. Dan roep ik op, zet dat in de reacties op onze website. Dan kan iedereen dat ook lezen in de toekomst die deze aflevering luistert. Die kan dan op onze website slimmerpodcast.nl deze aflevering opzoeken en meteen daar eventuele aanvullingen uh, teruglezen. Zullen we doorgaan naar het volgende onderwerp? Ja. Goed, Jurgen. Volgende vraag. Ja, we hebben een, een vraag. Een van korte. Wanda Groffen Heijboer. Geen familie. Nee, Heijboer. Is intensief sporten slecht voor je lever? Want dat uh, zegt ze zelf. Ik heb trouwens een aparte vraag. Kan je door te intensief sporten je leven beschadigen? Ik hoop echt van niet. Nee, blijkbaar heb een hele dat gekke vraag. Ergens eigenlijk. gehoord ja. of gedacht of en wie gelezen. Weet, uh, is dat wel op internet gonsten daarvan? Guido, is sporten gevaarlijk voor je leven? Of, of laat ik zo zeggen, kan je kan je, je leven beschadigen? Nou, in principe niet. Nee. Nee, het is niet dat de lever daardoor uh, extra belast gaat worden. Ook niet door uh, de hele tijd die glycogeen, weet ja. je wel, uh, leegtrekken, veel koolhydraten vergeten, aan aanvullen. Daar is hij voor gemaakt, hè? Ja, helder. Eh. Ja, nou ja, het is niet, weet je, het is iets. Dus je kunt hem ook aan het werk zetten als je heel veel alcohol drinkt. Hè? Dan, uh, ja. en dan, wordt het, dan wordt het ineens een ander verhaal. Ja. Hij moet wel ontgiften. Uh, dat doet hij. Maar tijdens sporten. Ja, glycogeen, is niet, hè, dat, dat, dat stapelt hij een beetje. Maar het meeste zit natuurlijk rondom, um, of in de spieren. Yeah. En die zit altijd wel een beetje in de lever. Maar dat is niet zozeer, het, nou, dat dat heel erg belastend daarvoor is. Je merkt wel, zeg, of je, als je bloedonderzoeken doet, en iemand heeft extreem uh, inspanningen gedaan, dan kijk je ook vaak naar bepaalde enzymen. Mm -hmm. En er zijn ook leverenzymen, ASAT en ALAT. Maar die zijn dan niet zozeer specifiek alleen maar voor de lever. Die zit ook in spieren. Dus dan kun je zeggen: hé, hey, mijn ASAT is ineens heel erg verhoogd. Ah, ja. ik, heb, ik heb iets aan mijn lever. Maar dat is dan eigenlijk doordat je spier, ja, spierschade hebt. En dan, krijg, dan is dat ook daardoor verhoogd. Maar dan is het niet omdat je lever schade ah, ja. hebt. Dat zal misschien het verhaal zijn. Want het, vaak wordt gekeken: volgens mij een, een leverontsteking of problemen daarvan worden inderdaad. Die enzymen bepaalt vaak als zijn een maat voor, omdat er gewoon eenmaal veel van in de lever zit. Dus als daar iets stuk ja. is of et cetera, dan vind je het terug in het bloed. Ja, ik denk. Nu snap ik de vraag, denk ik beter. Misschien ook naar aanleiding van onze aflevering over steken in de zij en zo. Kijk, het gegeven dat misschien de lever, nou ja, als jij flink intensief sport het lichaam ervoor kiest om zoveel mogelijk bloed richting jou, uh, jouw spieren te sturen... en eigenlijk te denken, nou, die darmen krijgen sowieso wat minder... en misschien de lever moet daar ook maar een beetje beperken. Ja, dat, dat ze daar misschien aan denkt, maar uh, nou ja... Ik, uh... Maar het is niet zo, weet je, dat is zeker ook niet zo... dat daar schade van optreedt nee. wat gevaarlijk is. Nee. Hè? Nee. Dit is een soort, ja, weet je, als er minder... Net als dat je brein minder uh, um, uh, zuurstof of minder bloed uh, kan krijgen op een gegeven moment. Ja. Dat, dat, zijn, dat gaat maar tot een bepaald moment. Uh, hè? Dus, het zijn keuzes die het lichaam maakt, maar het lichaam weet ook wel dondersgoed goed ja, wat, wat het moet wat, beschermen. Wat is belangrijk en wat is niet belangrijk? Ja. Ik denk ja. dat je eerder moet stoppen met, met inspannen dan dat je. Ja. Ja. En het andere <laughs> uiterste, dat, dat is wel zo. Het, het is juist goed voor je lever of leverfunctie. Kijk maar naar uh, mensen met. Uh, Type 2 diabetes met insulineresistentie. Waarbij de insuline niet zo goed werkt. Speelt ook een belangrijke rol van de lever daarin. Nou, die, 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 die insulinegevoeligheid, die verbeter je gewoon door het sporten. Dat ja. laat ook verschillende studies zien. Ja, het laatste puntje waar, waar ik aan dacht is, uh, ja, anabolen. Uh, dat wordt vaak gezegd van, ja, dan, dan, ja. dat geeft wel uh, leverproblematiek. Maar ik kan me niet ja. voorstellen wat dat Wanda daarop doelt. Maar um, dat is wel zo. Als ja. je dat zeg maar excessief gaat gebruiken, dan krijg je wel problemen met je lever. Ja. ja. Nou ja, doe okay. dat dan maar niet, Wanda. Dan, uh, <lacht> <lacht> dan kun jij gerust blijven sporten. Dan gaan we door naar ja. het volgende onderwerp. Gaat het hebben over kou. Ja, Jurgen. Volgende onderwerp: kou. Een leuke vraag via Instagram. Ja. Mag ik hem maar je voorlezen? Dat is jij. Het zijn eens. zulke ja. kleine letters. Ja. Paul S. benadert ons op Instagram met een leuke vraag. Hij zegt: Ik vroeg me af, vroeger, zo'n 20, 25 jaar geleden in zijn geval. werd mij altijd verteld: niet zomaar een keer in een koud zwembad of zee te springen. zonder dat je aan de watertemperatuur gewend bent. Dit zou gevaarlijk zijn. Ik zou dan eerst rustig mijn voeten en mijn handen aan de temperatuur moeten laten wennen. En dat ben ik eigenlijk sindsdien altijd blijven doen. En ook aan mijn kleine dochters meegegeven. En hier pauzeer ik even het ja. bericht van Paul. Dit herken ik volledig. Ja, ik leer dit, Sophie. Ik ja. ga altijd in de zee eerst mijn polsen. Ja, ja. Ga je dan Lekker, in het koude ja. water stoppen? Want ja, daar is de huid dun en dan hard. Nou, ja. Ik lees weer even verder wat Paul schrijft. <laughs> Nu zie ik toch regelmatig in warme wieleretappes dat ze daarna in een fontein of een beekje springen. En hoor ik in jullie podcast zo snel mogelijk de kerntemperatuur omlaag brengen in het geval van overhitting. Nu ja. vraag ik me af. Is het nou een fabeltje wat mij vroeger is aangeleerd? Of accepteren atleten het risico omdat er toch altijd medische hulp in de buurt is? Nou, nou Guido, een soort gestapelde ja. vraag. Laten we bij het ja, begin beginnen. Ja. Is er een gevaar als je snel in koud water springt? Dus mooie tegeltjeswijsheid, hè, van vroeger dit. Ja, dat is echt een tegeltje. Hè? Maar nee, doe jij het en... niet ook? Ik doe het ook. Polsen nat maar ook weer ja, niet altijd. Ja, dat, dat is meer omdat ik ook zo één banden denk. God, zo dan dan moet <laughs> ik daar in één keer in dat koude water. Dat moet ik toch even, wel even klaar voor zijn. Dat. Maar als je fysiek gezond, een goed normaal vaatstelsel hebt, een normaal functionerend hart hebt, waar geen dingen haperen is er niet een, uh, weet je, dan gaat jou, je krijgt een soort shock, en dat is een soort, uh, uh, nou ja, op, op je vaten, die constrictie krijgen, de, omdat de kou op is, gaan die dichter knijpen, dus dan kun je ook wat bloeddrukstijging krijgen, ja, al die dingen die gebeuren, dat merk je, maar dat is voor iemand die gezond en hè, niks heeft, geen risico. Heb je daarentegen wel problemen, eh, en, eh, met een hart, met catheterisaties, uh, coronair lijden, ritmestoornissen, uh, hartfalen, ja. noem het maar op. Ja, dan is jouw systeem niet zo jovel. Mm -hmm. En dan is misschien zo'n enorme koude shock net iets te veel van het goede. En, en dan is het punt, zeg maar, het tweede punt staat dan een met die wielrenners. Maar daar is eigenlijk, zij hebben al een kerntemperatuur, die zit al ver boven... Wat wij en jij hebt als je bij de zee staat. Hè? Dan zit je daar een beetje, oeh, oe, oe. ja, dan is je kerntemperatuur misschien omdat je al een beetje te lang op het strand hebt gelegen. 38. Maar zeker geen 39 of 40. Dus die moeten gewoon snel gekoeld worden. En die vinden dat ook helemaal niet problematisch. Hè? Weet je, dat koud afkoelen, prima. Ja. Zijn ze ook gewend natuurlijk. Hè? Dat scheelt ook, ja. denk ik. Dat, uh... Nee, maar ja. en, en het andere is, als jij echt wel op de 40 zit. Ja, dan is het maar 40. De één... oh, kerntemperatuur. Ja, ja, ja. dan is uh, zo'n hitteberoerte of zo. Ja, dan is er maar één ding wat je moet doen: is zo snel koelen, koelen, mogelijk koelen. afkoelen. Ja. Dus dat, uh, ja. Dus het is, weet je, het is, het is niet zozeer een heel erg. Het is geen risico. En het is ook niet zo dat ze dat daar doen omdat ze het accepteren: omdat er toch altijd medische uh, personeel bij is. Nee. Er is niet zo, weet je, er is niet echt een risico tenzij je dus ja, onderliggend nou, nou, of hartleiden hebt. En dat zou je natuurlijk kunnen hebben zonder dat je het weet, Giro. Dus dat vanuit kan. een voorzichtigheidsprincipe is het niet per ja. se een slecht idee om even nee, te wennen aan koud water voordat ja, je eens voor, in ja. springt. Ja, een beetje nee. zo eerst met de handjes zo even voelen. En dan een beetje op je ja. gezichtje doen, zo. Een beetje zo, ja, voorhoofdje. En dan oh, op de borst, dus ook ja. altijd even zo. Ah, en dan loop je dat ja. tot, tot kniehoogte in. Want wat jij zegt, er is dus wel degelijk iets als een, een koudwaterreflex, toch? Dat heb ik ook al geleerd. Ja, 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 ja. Ja. ja, dat ja. klopt. Ja. En die is, ja, de, is, die is niet lollig op zich, zo'n cold shock Want je gaat ook naar ademhappen heel snel. Ja, want ja, dat ja, is toch dat het grootste verdrinkingsgevaar in de winter? Als je dan in het koudwater... Van doe je... ja dan precies. ja precies dat moet je niet doen ja maar dan, je maar dan, moet dan, gewoon dan hap je naar adem doe, dan dan en dan, dan krijg je gelegen. nog een slok koud water binnen ja. nee dat is niks anders dan uh, de, ja sympathische activatie we hebben het daar bij de Hrv aflevering over gehad je hebt het rustgevende zenuwcentrum de parasympathicus en degene die jou uh, aanzet de sympathis nou ja in ieder geval zo'n prikkel zo'n koude prikkel zorgt dat juist die sympathische flink omhoog gaat daardoor ga je ja, de hartslag kwam. omhoog Bloedvaten knijpen samen, zoals Guido zegt. Bloeddruk gaat omhoog. En ook je, jij gaat hyperventileren even. En, Kun je uh, allemaal wel aanwennen uiteindelijk door het ja. wat vaker te doen. Kunnen ja. we nog zeggen vanuit het model van een elastiekje. wat je maar vaak genoeg plotseling oprekt. dan gaat het vanzelf een keer kapot. Dat je zou kunnen zeggen: Nou, een keer met een shock in koud water springen. of erin plonzen. daar ga je, hè, wat je zegt Guido. als je geen onderliggend lijden hebt, kan je prima tegen. Maar dat we toch vanuit onze ouders, grootouders ja. en de, de familie van ja. Paul zeggen: nou, Wacht even. ga er okay. maar rustig in. Um, de sauna. Ja. Nee, hè? Het bestaat al heel lang, hè? Ja, het <laughs> schijnt ook heel gezond te zijn, zeggen de mensen die in sauna ook Heel gezond. Er zijn ook mensen die gaan elke week, ja. één, twee, misschien wel drie, nog wel vaker naar de sauna. Gezonder dus als je gaat Je gaat je kerntemperatuur ja. open op en dan is het koud water dippen. Ja, ja, ja. Maar dan zeg je het weer, net zoals ja. bij die wielrenners, wat je net zei, dan heb je dus wel je kerntemperatuur flink omhoog ja. laten lopen. Ja, 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 ja. dat klopt. Ja. Maar dat is ja. zeg maar, hè, dus op. En dat heeft iets te maken met een soort training van je, nou ja, vaatstelsel. Mm, ja. en vaatstelsel. En dat, is, ja, weet je, dat, is, dat maakt het ook flexibeler. Ja, ja, ja. Ja, en het is niet zo dat als je het te vaak gaat doen, dat hij ineens knapt. Nee, dat denk ik niet. Nee. Oké. Okay. Maar kom. ik vond nooit zo leuk. Ik, 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 het warmtedeel van de sauna vind ik altijd heel leuk. Dat vind ik wel lekker, dat zweten. Maar dan kak, dan moet je daarna weer in die koude bak. Ja, En dan ga je zo snel mogelijk weer terug in die sauna. Ja. Ja, doe, do, nou, doe je het terug. niet, Guido. Ja. Maar dan heb je niet alle voordelen van ja. je sauna. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dus ik ben reëel ben ik dan nog wel. Dat ik denk, ja, kom op, Guido. Spring nou in. in man. We houden het even bij het onderwerp warm en kou. We gaan door naar het volgende onderwerp. Ja, Jurgen, dat vond ik een uh, hele leuke vraag. Ja, ja, van Ed Blok. Uh, wat kost nou meer energie verwarmen of afkoelen? En het, uh, nou, het ging, hij, hij blikt terug eigenlijk op een uh, aflevering over de, de marathon in Rotterdam, die ik destijds liep. En er was inderdaad discussie: was het nou warm? Was het koud? Ik had nog lange mouwen en eh, anderen weer niet. Eh, nou ja. En hij vertelt dat uh, hij ging fietsen die dag. Eh, en terwijl hij zelf in zijn winteruitrusting compleet nog met buff en handschoenen op uh, reed. Handschoenen, lange vingers. Was er iemand anders in de groep die al uh, kort, kort reed in het nu? Twee uitersten. Nou, uh, wat zegt nou de wetenschap over het energiegebruik van het lichaam? Kost koelen meer energie of kost verwarmen meer energie? Met andere uh, woorden, kun je beter iets te warm of iets te koud gekleed zijn als je kijkt naar het energieverbruik van je lichaam, als je gaat fietsen? Dat ja. nou, vond ik wel een leuke praktische vraag, namelijk. Die ja. heb ik heb ook eigenlijk gewoon doorgespeeld even naar uh, Puk Alkemade, die uh, te gast was in, uh, in een vorige aflevering. Ja, hier aflevering op. 152. Ja, en, en, uh, zeker. Um, nou ja, het komt er toch op neer van dat vooral opwarmen veel meer energie kost. Ken je ook als je het echt koud krijgt? Ja, dan ga je ja. uh, uh, klappertanden, bibberen. Alle spieren worden zo'n beetje aan het werk gezet zonder dat je dat wil, en dat is puur en alleen maar om warmte te genereren. Spiercontracties, ja, daar hebben we het eerder over gehad, die, uh, die zijn heel fijn ergens om de spieren aan beweegd te krijgen, maar nog meer om uh, warmte te genereren, wat normaal ja. afgegeven kan worden. Maar in het geval je het echt nodig hebt om uh, op te warmen, ja, dan, dan maakt het lichaam daar uh, gunstig gebruik van. Dus. En eigenlijk, als jij het warm krijgt, het zweten, et cetera... en uh, het openzetten van je bloedvaten in de huid om het uh, af te koelen... ja, dat kost op zich verder niet heel veel energie. Je raakt lekker veel energie in de vorm van warmte kwijt. Dus de slotconclusie is eigenlijk van... Uh, uh, liever uh, iets te warm gekleed dan te koud. Dat kost je qua energie een stuk minder. Ja, Guido, ja. nog aanvullingen? Ja, ja kijk... Er zit altijd wel verschil tussen mensen. Hè. De ene heeft dan echt heel veel aan en de andere heel weinig. Dat heeft natuurlijk ook te maken met um, hoe snel warmt iemand op als hij gaat inspannen met zijn kerntemperatuur. De hmm. ene raakt heel veel warmte kwijt, doordat er gewoon niet zo'n dikke vetlaag uh, op zit. Uh, um, dus die moet zichzelf wat meer beschermen daardoor met kleding om die warmte vast te houden. Terwijl iemand anders dan, ja, iets meer isolatie heeft. En daardoor ook gewoon meer warmte van binnen vasthoudt. En ja, daar, daar zal eerder de kerntemperatuur gaan oplopen. En zal er dus ook eerder koeling nodig zijn. Mm -hmm. ja. Andersom, degene die dat makkelijk allemaal kwijtraakt, ja, die denkt: Ja, maar dan hoef ik, ik heb helemaal geen koeling nodig. Ik moet gewoon eerst gewoon warm worden. voordat ik die koeling nodig heb. Ja, ja, ja. Ja. En het fysiologische proces van koelen. Kost dus minder ja. energie dan het fysiologische proces van verwarmen. Vanal Want dat is eigenlijk wat je vraagt. Ja. Ja. ja, volgens mij was 1 liter zweetproductie iets van 650 watt. Ja, nodig, de... volgens de Heindane. Ja, precies. Die, die, ja. Die, die komt altijd met die getallen. Ja, ja. die heeft dan mooie berekeningen, ja. maar ik heb hem niet meer helemaal scherp. Ja. Maar om zeg maar, um, je lichaam op te warmen heb je echt heel veel joules nodig, hè? Mm. veel meer dan dat. Ja, en dus je, dan en kunnen je we tegen kwijt. Ed zeggen dat hij voortaan tegen zijn fietsvrienden kan uitleggen los. He, want Ed, ik zie wel, ik zie die groep ja. voor me en Ed is de enige met de handschoenen en een lange boeken hier. En je zegt: jongen, Ed, de is begonnen, wat doe je? Dan zegt Ed: nou jongens, verwarmen kost meer energie dan koelen. Dus uh, dat beetje koelen, dat vind ik prima, dat doe ik voor lol. Bovendien zegt Ed, die heeft alle afleveringen gehoord over hittetraining. Denk, luistert, ja. Die zegt: Precies. ik heb hier een beetje bonus hittetraining bij, dus dat is ook weer ja. een voordeel. Ja. Nee, ik het dacht... andere is, je kan natuurlijk je kleren wel makkelijk uitdoen. Maar als je te weinig kleren ja. aan hebt, dan hang je. Ja, dat... dat is een goede tip, Jurgen. Ja, nee, maar ik, uh, het is soms best wel lastig. Ik moest even denken, ik ging natuurlijk in juni ging de Galibier op fietsen. Ja. En dan was het beneden nog <laughs> 20 graden, prima zonnetje. Maar bovenop was het 2 graden sneeuw. en lacht sneeuw en noem maar op. Uh, ja. Heuvel, ja bergop werd het al wat frisser. Nou, dan uh, konden de moutjes omlaag, zeggen we maar, de armstukken. Maar omlaag, nou, ik, ik had alles aan, maar ik zat te bibberen. Het was bijna gevaarlijk. Ja, ja ik mag blij zijn dat ik hier nog zit. Ja, dat kan ja, ik me bijna ja, niet het tegenkleden. Het dus uh, ik denk dat ik heb dat. Uh, ik denk dat ik dat in het begin in de de 6 uh, fase nog in 2007 of zo meegedaan. Dus, uh, en dan begon je dus om vijf uur op een gegeven moment oh, de ja. eerste beklimming. En dan is het nog, uh, je begint ja. het een beetje licht te worden. En het was een beetje, uh, ja, uh, niet, niet echt keiharde regen, maar het was een beetje vochtig en zo. Dus dan ga je bergop en denk, nou, nah, weet je, dan krijg je het lekker warm. Precies. En uh, na een uur was je boven en dan kon je terug. En dan denk ik, jee, wat <laughs> verschrikkelijk. Ik kom ja. niet beneden, man. Ja. Ik heb toen beneden gestaan, een kwartier tot ik, tot ik echt dit niet meer had. Ik, zat helemaal, ik kon niet meer normaal fietsen. Helemaal te bibberen. Ik moest eerst warme ja. thee erin krijgen. Want dat koeren was zo verschrikkelijk afgevoerd. Oh, dat ging echt zo snel. Dus is er nog een extra bonus tip voor alle mensen? Nou ja, augustus is bijna om. Maar misschien zijn er nog wat later vakantiegangers die in de bergen gaan fietsen. Ja, neem toch altijd, altijd een, wat extra's mee. Een buff. Altijd. Een buff. Altijd in, de een buff. in de bergen. Een buff is altijd goed. Wij zijn terug van vakantie. Buff is gewoon bij ons te bestellen ja. in, ja. de ja. Ja, ook ja. in de webshop slimmepodcast.nl. Ik zou gewoon een windjackje mee in die zak stoppen. Ja. Ja, voor die, om die buff weg te kunnen stoppen. Dat ook. Dat, okay. Heb je dat? Ja. Mannen, uh, het ambitieuze Goed. plan gaat misschien wel lukken als we ons nu uh, in nog één etappe uh, op het laatste onderwerp gaan richten. Jij ja. riep in de inhoudsopgave iets met blessures, maar Zeker. maak dat eens iets smaller. Wat specifiek met blessures? Nou, blessures oh, ja. vermijden met wearables. We hebben een aantal vragen daarover. En onder andere van Dennis. Die kwam op een, uh, een nieuwsbericht op de VRT: Over een nieuwe tracker voor belasting te meten bij lopen of joggen. OnTracks heet het bedrijf. Ben benieuwd of jullie, bij dit jullie bekend is om blessures bij het lopen te verminderen. Ik vraag me af welke resultatie, resultaten hieruit voortkomen en of het effectief helpt om de belasting te verminderen. Ik denk zelf dat het een mooie analyse tool is, maar om effectief uw belasting te verminderen. Daar heb ik twijfels over, maar wel een mooi item voor jullie podcast. Dat ja. is zeker zo. Ik heb even gekeken naar uh, die site, OnTrackScreening of Guido het kent. Ja, ik heb uh, gekeken. Uh, het is eigenlijk een soort stride, maar misschien mag ik dat helemaal niet zeggen, ja. die je om je enkel doet. In plaats van op je schoenen. Ja, en dus ook met uh, eigenlijk een accelerometer, denk ik. Dat hij uh, eigenlijk uh, versnellingen meet in allerlei richtingen. Daar signalen uit krijgt. En aan de hand daarvan denkt te kunnen of hoopt te kunnen meten. Wat uiteindelijk de belasting is op bepaalde gewrichten Of spieren of botten. Um, nou, nu we daar toch zijn. Ik ben natuurlijk... Um, we hebben het al een paar keer genoemd en we hebben hem in de aflevering gehad. Bas van Horen. Ja. Die heeft daar ook werk aan gedaan, daar moest ik wel uh, aan, aan denken. En we hadden toen, hij werkte met uh, Arion-zoltjes, dat waren uh, zoltjes die je in je schoen legde. Ik was proefpersoon, ik was afgehaakt, uh, for some reason. Uiteindelijk heeft hij een, uh, een studie daarmee gedaan, wel meerdere. Uh, ik heb zijn proefschrift maar eens even meegenomen. Want. Laat me eens even zeggen, ik, uh, ja. Wat hij gepresteerd heeft in een paar jaar, dat is echt abnormaal eigenlijk. Voor de luisteraars, jij laat aan de camera een behoorlijk dik boek zien. Ja. Doe mij even de ene laatste bladzijde. Welk paginanummer staat erop? Uh, dat zal ik eens even voor je uitzoeken. <laughs> dat is 441. Precies, 441 ja. pagina's wetenschappelijke en, literatuur. En hier ja. staan nog maar iets van 14, 15 hoofdstukken in. Hij heeft in totaal in zijn promotietijd iets van rond de 56 volgens mij artikelen gepubliceerd. Zo. Uh, daarnaast is hij ook nog uh, best wel een hele, hard. goede hardloper, hè? <laughs> 10 kilometer onder de uh, half uur. Maar um, ja. dus ja, um, bewonderenswaardig. Puur die studie, dat is ook wel interessant. Nou, het komt moeilijk op gang, maar je merkt dus duidelijk van er zijn meerdere bedrijfjes aan het kijken: van kunnen we aan de hand van sensoren iets zeggen over belasting met name bij het hardlopen en kunnen we daarmee door middel van feedback gaat het uiteindelijk om. Lopers begeleiden in het uh, verminderen van die, uh, die belasting. En op die manier blessures vermijden. En nou, voor zover ik weet, zijn we daar nog lang niet. Wat Bas in ieder geval in zijn studie heeft gevonden, heeft uh, die studie waarin ik ook aan, aan mee kon doen, maar uh, proefpersoon was, hij heeft twee groepen mensen daarin die zoltjes laten uh, aantrekken. Uh, nou, die zooltjes die kijken naar het drukprofiel onder de voet. En daarmee kan je een, ja, in ieder geval een paar parameters meten. Zoals de staplengte en contacttijden. En of je voorvoetlander bent of een achtervoetlander. Nou, ja, allerlei dingen kun je daar over die, die biomechanica zeggen. En wat hij in ieder geval gedaan heeft in de groep, uh, die feedback kreeg, heeft hij, heeft hij gekeken van nou. Heel simpel, aan de hand van de literatuur, wat weten we wat blessures kan opleveren, is in ieder geval een grote paslengte of een te grote paslengte. En daarbij in combinatie ook nog met uh, uh, achter- uh, of heel-landing. Mm -hmm. En we mogen er niet, want wat precies de feedback is geweest, is een beetje onduidelijk. Dat blijft denk ik ook bij het bedrijf. Ja, daarvoor had ik die studie moeten afmaken, denk ik. Maar het is hem in ieder geval wel gelukt om, als je die twee groepen vergelijkt, de ene met feedback, de andere zonder, als je uiteindelijk kijkt, en ja, die studie duurde natuurlijk slechts een paar maanden, misschien een half jaar, het aantal blessures in die groep met feedback is kleiner. Dus dat is een positief resultaat. Nou, kun je je afvragen: van ja, had dat op een andere manier gekund? Had je gewoon. Eigenlijk een basismeting kunnen doen en dan per tekst gewoon kunnen aangeven of per mailtje van: hé, hey, let op, je hebt grote passen en uh, let daarop. Nou, dat is op een andere manier gebeurd. Um, wat wel benoemd moet worden is dat het, het afhaakpercentage nogal hoog was in deze studie. Uh, volgens mij rond de 40, misschien 45 procent, waaronder ik zelf. Dus daar heb je ook wel mee te maken van, nou, uh, als je dit doet, je moet er maar uh, ja, zin in hebben om dat vol te houden. Die zultjes een, een app installeren, die app gebruiken, je telefoon meenemen, et cetera. Dat zijn allemaal punten die, ja, die je moet meewegen in van: uh, ja, uh, uh, is dat handig en, en willen mensen dat? Willen lopers dat? Want uiteindelijk richten ze zich natuurlijk op lopers die of vaak geblesseerd zijn, of mensen die beginnen met lopen. Omdat, ja, ik begrijp nog steeds uit de cijfers ook die Bas liet zien, één op de twee hardlopers raakt ge geblesseerd. En dat is uh, onvermijdelijk. Nou, eigenlijk is dit een, een beginnende studie. Een, een volgende studie die ik nog even wil toelichten. En dan probeer maar ik... nu ben je toch gewoon een aflevering met wetenschap aan het maken. We moeten praktische vragen van jou ja. uh, beantwoorden Nou ja, ik zou zeggen, dus als, het, het is het proberen waard. Maar ja, het is wel een afweging van heb je het nodig? Ja. Want dat is ja. het andere van uh, waar zij op inzetten. Ook die Belgen is in ieder geval. Ze kijken, ze richten zich vooralsnog op mensen die geblesseerd zijn geweest. En dan gaan ze eerst bij de intake vragen, waar had jij last van? En dat is wel belangrijke informatie om te hebben, zodat ze weten hoe ze die feedback moeten gaan geven. Denk ik. Moeten ze dat interpreteren. Guido, ja. wat is jouw kijk op de wearables en plezuren preventie? Hè? Je doet veel met ja, lopen ik vermogen. heb dit ding ook even bekeken. Dit is eigenlijk een bandje met een, een IMU, zeg maar een trekker op je scheenbeen onderaan. Ja. Dus eigenlijk meet die gewoon als jij landt met jouw uh, voet of benen op de grond, dat, hoe, hoe hard die klap is en, en die beweging daarvan. Um, en dan kan hij dan berekenen hoeveel, nou ja, wat de kracht is op het onderbeen. Nou is dat, ik denk niet dat er een grenswaarde zal zijn, want nou, als je zo, als je zeg maar, boven die waarde uitkomt, als die dat meet, dan heb je een verhoogd risico op scheenbeenblessures bijvoorbeeld mm -hmm. want je hebt mensen die hebben uh, die, daar kun je, die, die kunnen echt nou ja, hele hoge, heel hard stampen en hoge klappen opvangen zonder dat er iets gebeurt en dat zit hem ook gewoon in, in, in botdichtheid in, in, uh, hoe je gebouwd bent de spieren die er aan hechten dat daar niet zo direct een reden voor is om te zeggen: nou, weet je, als je dat, als die waarde is, dan moet je dus anders of kleinere passen gaan lopen, of minder verticale oscillatie, hoogte, dat soort zaken om dat aan te passen. Hier landing, middenvoet, voorvoet, dat is wel iets wat je met die zoltjes heel duidelijk kunt zien. Mensen die op de hak landen, ja, dat is een grotere. Uh, klap, ja, dat weet je als je hard gaat rennen op je blote voeten en je mag alleen maar op je hakken landen dan heb je gewoon de gaten van zo, dit komt hard naar binnen dan ga je echt wel op je tenen lopen ja. hey, de stride heeft ook sinds een jaar een soort running stress score erin dus wat Jurgen zegt, het is een hype dat is niet de running stress score dat is iets anders Nee, oké, okay, maar de, die doen de ook Stride dingen met stress. Heeft, heeft dat stress. ook en die meet dit ook. Ja. En daar zit een nieuwe ding in en die heeft impact loading rate. Ja. Die ja. Sorry, en running is, stress zeg maar, is wat anders. Ja. Uh, precies. Dat, um, impact loading, rate, dat, ja, dat zegt iets over de impact. En dat, dat, maar mijn dat vraag aan dat... jou als pragmaticus is, even in deze podcast. Uh, gaan we hier nou echt dingen anders mee doen? Ik vind, want ik heb ook bij die strijd. niet. krijg ik een mailtje, ja. ik, heb de, ik heb de data. Nou, in. Ja, oh, ja. ja, ik denk, weet je, ik denk niet, ik, het is nou niet dat ik daar bij iedereen, hè, die, die 10, 20 mensen die bij mij zitten en die een stride hebben, dat ik daar elke keer ga kijken, oh, de impact loading rate is toch nog een beetje nu aan het hoog aan het worden. Nee, maar je komt, je moet trends ontdekken als je data gaat verzamelen. Ja. En niet zo, dan heb je in het begin heb je daar nog niet zoveel gevoel voor. Wat moet het worden? Wat is fout? Wat is goed? Waar moeten we naartoe? Je moet daar een beetje een gevoel voor zien te krijgen als je die data gaat verzamelen. Is dat ook consistent en, en heb ik daar wat aan? En zie ik bepaalde dingen veranderen? Hey, nu gaat hij dus, is die, dus gaat klagen over pijn aan zijn scheen En nu zie ik dus al de afgelopen week dat er een bepaalde waarde steeds wat lager is aan het worden of wat hoger. Ja, ja. Dat. Dus je zegt, het is te vroeg. We moeten nu gewoon met z'n allen beginnen met al die data te verzamelen ja, en dan gaan klopt. we die patronen ja. herkennen. Ja. En dat kan, dat, uh, dat, je, ja, dat kan met machine dat learning dat of uh, noem maar op. Want ja. dat, dat liet Bas dan ook zien. Dan heeft hij nog een groep mensen. Verschillende snelheden. Uh, helling op, helling af. je neemt het gewoon data verzamelen. En dat gekoppeld eigenlijk aan een soort uh, biomechanisch model wat hij had gemaakt. En dan hoopt hij te kunnen zeggen: van juist de belasting op je knie, je achillespace of je scheenbeen. Nou, daar moet je voor uitkijken. Omdat dat de drie plekken zijn waar eigenlijk de blessures ontstaan. Ja, maar nogmaals, ja, daarvoor moet teken. je eerst gewoon een, een, een basis hebben van wat voor jou. Ja, bij jouw manier van lopen, zeg maar, de impact is op die verschillende uh, structuren. En uh, daar ergens ook een niveau vinden van. Nou, als je inderdaad, als je daar overheen gaat, kijk dan uit. Dan moet je. Uh, en uh, ja, die kant zal het. Het dat zal, dat zal wel. Die kant op gaan, maar uiteindelijk blijft het erbij. Het moet ook gebruikersvriendelijk blijven en betaalbaar, denk ik. En juist voor een sport als hardlopen waar je toch laagdrempelig wil inschappen. Ben ik benieuwd welke kant op gaat. Ja, ja en toch, weet je, blessurepreventie is heel belangrijk, maar. Ik weet ook wel zeker dat je dat nooit kunt voorkomen. Nee. Uh, dus je kunt wel heel veel dingen proberen te doen zonder, om, te, nou weet je, om te voorkomen dat je geblesseerd raakt. Maar uiteindelijk zijn de mensen aan het trainen en die zoeken grenzen op. En omdat ze beter willen worden, gaan ja. ze soms ook wel eens iets te ver over een grens heen. En dan heb je pijntjes. Ja, en een, een pijntje is niet zo erg. Maar ja, als je dat pijntje op een gegeven moment twee keer of drie keer hebt. Dan wordt het de blessure. Ja, precies, en dan lig je er lang uit, kun je lang niet trainen. En dan heb je echt een exact. probleem. Ja, ja. ja. Laatste praktische vraag dan. Uh, een beetje in dezelfde hoek, Iva Latsen die schreef ons: hey, uh, begin dit jaar uh, de tweede strijd op de markt. Uh, ik had zelf zoiets: ik ben zelf stride gebruiker, ja. de hardloopvermogensmeter. Ik heb er veel plezier van. Maar ik dacht van te denken, nah, wat een slimme marketingtruc is dit. Moet ik nog zo'n ding kopen? Ja. Uh, Guido Vroemen, waar sta jij op het spectrum? Is dit zinvol of onzin? Eerst ja, aanleggen. allemaal, je moet, je moet allemaal kopen die dingen. Zeker. Je <laughs> zoveel mogelijk van die spullen moet je kopen. <laughs> ja, nee, niet natuurlijk. Maar je hebt vast wel nee. atleten die dat wel hebben gedaan. Ja, want wat die, die zeggen, die doen gewoon wat ik dan zeg. Ja, joh, kopen spulletjes. Ja. Nee. Wat levert het jou um, aan extra waarde, inzicht op? De waarde zoals ik hem nu gebruik is met name als ik. In het lab mensen test, dan is het natuurlijk een toegevoegde waarde als ik gewoon een profiel heb van hoe iemand loopt. Mm -hmm. En het, de twee voetbots die geven je een soort, ja, weet je, een 3D-afbeelding uh, van hoe die voet zich beweegt in de ruimte. Mm -hmm. Hoe hoog komt hij achteromhoog? Hoe ver zit je hem neer? Gaat hij naar binnen? Gaat hij naar buiten zwaaien? Al dat soort zaken die kunnen. Wel gaan helpen als je bijvoorbeeld geblesseerd bent en je ziet daar bepaalde afwijkingen in een bepaald patroon. Dan denk je, nou, um, eerst he, kon jij gewoon je, 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 je been verder optillen en um, verder opzwaaien. Mm. Daar zit ergens in de keten zit iets nu niet goed waardoor dat niet kan. En dan zijn dit. Hulpmiddelen die je kunnen, nou, weet je, die kunnen helpen uh, te signaleren als er iets niet goed gaat in, in het, uh, de loopbeweging. Het is niet zo dat je dat per se moet, allebei uh, twee van die strides moet hebben, omdat je dan je prestatie kunt verbeteren. Omdat je denkt, ja, maar ik moet een optimale, mooie curve juist maken elke keer. En als ik dat doe, dan ga ik straks één minuut harder lopen op de marathon. En, en juist links-rechts verschillen, doe je daar nog wat mee? En, ja, en... maar da ook daar geldt voor, net als op de fiets. Links-rechts verschillen hebben we daar ook altijd door. Ja, maar ik heb 49-51 mm. links-rechts. Nou, dat hebben we hier ook. Dat kan. Ja. Dat hoeft, weet je, niemand is, is gewoon perfect in balans. Je hebt een standbeen, je hebt een zwaaibeen okay. als je sporten doet. Ja. Um, dus daar zit altijd wel een disbalans in, maar dat gaat natuurlijk lang goed, behalve als het echt heel ver buiten de waardes is. Als je 45 links hebt, en 55 rechts, daar zit er al 10% tussen. Hè? Dan wordt het zoiets van: hmm. hier kan nog wel eens iets aan de hand zijn. Ja, ja. helder. Dus, Ivar, volgens mij algemene advies: lopen op vermogen nuttig? Hebben we een hele aflevering over? Gaan hem vooral luisteren. Lopen op dubbele vermogensmeters hmm. lijkt in eerste aanleg. Geen dubbel vermogen. Nee, nee, dat snap ik. Twee vermogensmeter. <laughs> nee, anders zou het lekker zijn. Ja. Kun, ja. Vraag, kun je de vermogens van ja. je linker en je rechter strijd bij elkaar optellen? Ja. ja, lachen. Ja. <laughs> Mooi. Um, ik kijk op de klok. Ik zeg, jongens, uh, ja. net niet gehaald. Maar uh, wel razend interessant. En uh, mm -hmm. volgens mij moeten we nog een beetje slijpen aan het formatje. Volgens mij moeten we gewoon nog iets minder ambitieus zijn. En onszelf uh, beperken tot uh, iets van vijf onderwerpen. Desnoods doen we twee keer straks over training of over voeding. Ja. En maar, ik wil dan dat de, de vragensteller het inspreekt met zo'n boodschap. Het is wel leuker, mm -hmm. hè? Het is wel ja, leuker. dat vind ik veel leuker. Ja, Best te slimmer presteren. Ja, voelt niet iedereen zich helemaal zijn nang bij? Ah, ja, wel, man. Dat Guido, dat we hebben natuurlijk zo'n rubriek. Hè? Dat is de Sneller met Slimmer Versteren rubriek. En dan ja, vragen is, we mensen ja, om in te fit. spreken. Om wat is nou één ding wat jij meeneemt uit deze aflevering Slimmer Versteren? En omdat het een nieuw seizoen is, en omdat ik toch. Van die sokken af wil en dat we meer van deze voice berichten willen, want ja. volgens mij is dit de laatste. Uh, gaan we deze aflevering afsluiten met uh, de laatste slimmer presteren. Ja. Hij is van uh, vriend van de show Jacques Gilles. En hij heeft het over een onderwerp wat rondom de marathons vaker aan bod is geweest. Luister mee. Sneller met slimmer presteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miep, miep, miep. Hey, heren van de Slimmer Presteren podcast. Ik ben uh, door de jaren heen heel erg geholpen door de tips uh, van jullie, maar de meeste die me bij is gebleven is die van Gerrit om uh, je hand te gebruiken tijdens de hardloopwedstrijd: je duim, je uh, wijsvinger, middelvinger, ringvinger en pink met ieder een eigen uh, betekenis en vooral de middelvinger. Vak het bij iemand in de rug gaan zitten en gewoon lekker profiteren. Dank daarvoor. Lekker dan. Ja, lekker dan. Ja, lekker, Jacques. Ja, de vijf vingers. Hebben we meer mensen over gehoord die daar profijt van hebben? Uh, een stukje sportpsychologie. Uh, om jezelf tijdens de race in de juiste focus te houden. Nou, Jacques heeft hiermee dus een gratis paar Snelle sokken van slimmer presteren verdiend. En uh, als jij nou zegt, oh, wacht even: 190 afleveringen, 9 seizoenen schoon aan de, aan de haak. Ik merk dat ik ook wel iets anders doe. doordat ik naar deze podcast luister. Spreek jouw bericht in maximaal 30 seconden. En uh, stuur hem naar ons op. En inderdaad, je mag je vragen ook inspreken. Vinden we superleuk. Bijvoorbeeld via Vriend van de Show. Daar zit zo'n functie in: vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. Kun je ook een voicebericht achterlaten? Kun je ook uh, een kop of een pot koffie doneren om uh, echt bij het Legioen te horen? Want Jurgen, jij riep tijdens deze aflevering al. Ja, in de WhatsApp-groepen ging het er ook mm -hmm. over. Nou, als je Vriend van de Show wordt, ontdek je ook hoe je bij de WhatsApp-community terechtkomt. En je kan je vragen natuurlijk ook insturen via Instagram. Zoals veel mensen deden, zoals Paul. Dat zijn wij, de AdSlimmer Podcast op Instagram. En we zijn slimmer presteren op LinkedIn. Maar het is veiliger, gewoon vanuit het vier-ogen-principe, om jouw vragen te mailen naar post.adslimmerpodcast.nl. Want ik zal je heel praktisch achter de schermen. Nog steeds zo, ook in seizoen 10. Ik beheer de Instagram-account. Ik zie die vragen. Ik schrijf dan ook vaak. Ik zet het op de lijst. Maar soms, je weet hoe dat gaat met Instagram, dat zit je op je mobiel, dat doe je onderweg. Komt het dan toch niet meteen op de lijst terecht? Dus als je het mailt, dan kijk ik er niet alleen naar, maar kijk Jurgen ook. En dan uh, ben je beter geborgd. Tot zover. Guido, uh, dankjewel voor jouw kennis en kunde op medisch vlak. Gaan we je in de volgende Vragen van Luisteraars-episode uh, aanspreken op je trainersvak. Daar stond je natuurlijk ook al helemaal om te popelen. Yes. En uh, nou ja, volgende week hebben we een van onze eerste internationale gasten. Het is een Nederlander, maar wel yeah. van de University of Arizona: Flores Werdner. Flores Werdner. Ja. Dus uh, dan horen we jou niet. Maar die week daarna ben je vast weer van de partij. Dus uh, ja. tot dan. Tot dan, Guido. Jurgen, Yo. Yo. tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Ja, net als in het vorige seizoen gaan we aan het eind van iedere aflevering... jou natuurlijk nog een tip geven om eens lekker verder te luisteren... in het uh, inmiddels meer dan 190 afleveringen Slimmer Versteren podcast. Um, Jurgen, veel vragen al beantwoord. Misschien nog wat vragen openstaand. Wat is een luistertip waar je mensen op wil wijzen? Ja, ik zou, uh, hij kwam al voorbij. Uh, Bas van Horen, recent uh, gepromoveerd met een heel dik boek. Uh, wij spraken hem destijds al over de rol die wearables... Gaan hebben of zullen hebben ook in de toekomst. En je ziet dat die, ja, die ontwikkeling gaat razendsnel. Maar ik denk dat het goed is voor ons een goede basis om die aflevering eens terug te luisteren. Dan leer je Bas ook kennen. Um, aflevering 103 uit juni 2022. Om het even te plaatsen ten opzichte van zijn ja. promotie in 24. Ja. Hardloopwetenschapper Bas van Horen te gast in de Slimme Presteren Podcast.